Hartelijk welkom bij Terug naar Toen. Vandaag nemen we u mee naar een Koninginnedag optocht in 1931. Op de hoek van de Hertogstraat en de Steenstraat aan de voet van de Velperpoort kwam een Oranjedag optocht voorbij. Wij nemen u graag mee terug naar vervlogen dagen. Wij nemen u graag mee terug naar toen. We bevinden ons vandaag aan de voet van de Velperpoort aan de Steenstraat. Die Velperpoort en zijn omgeving zijn nogal veranderd in de loop der tijden. Hier de Velperpoort zoals gefotografeerd rond 1900. We zien een dubbele poort met daarnaast een politiepost op de hoek van de Hertogstraat. Het verkeer op de Steenstraat is in die tijd nog erg rustig en de paardentram die sjokt rustig voort richting Velp. Dit is het station Velperpoort in 1902. En hier de hoek Hertogstraat waar op de hoek een postkantoor gevestigd was. Maar zoals dat tegenwoordig ook nog gaat, de Steenstraat moest in de vaart der volkeren worden opgestoken en daarom werd in 1912 besloten de Velperpoort een nieuw aanzien te geven. Het station bleef, maar de pilaar in het midden van de poort verdween. In 1925 zien we dat de paardentram is ingeruild voor een elektrische tram. Rond 1930 komt er langzaam wat meer autoverkeer onder de Velperpoort door. Het is nu 31 augustus 1931, de verjaardag van koningin Wilhelmina, Koninginnedag. Op de hoek Hertogstraat-Steenstraat staat het publiek in zondagse kleding te wachten op de Oranjedagoptocht die aanstonds voorbij zal trekken. Het organisatiecomité van de Oranjedag. En dan de NK-harmonie. Geen trekkers zoals nu, maar gewoon nog echte knollen voor de praalwagens en koetsen.
Het Oranjedagcomité kan terugkijken op een geslaagde optocht. Tot zover deze aflevering van Terug naar Toen. Volgende week meer.